bent ja, de tweede partij met 18% van de stemmen. Dat is toch redelijk definitief. Gefeliciteerd. Dank u wel. Nou, ik heb heel veel vertrouwen in de toekomst. Want als je kijkt hoe we het eerste jaar hebben gedaan met heel veel jonge mensen die zich ongelooflijk goed ontwikkelen. Dat geeft mij alle vertrouwen in de toekomst. De twintigers onder ons, die hebben zoveel enthousiasme, werklust en, ja, en politieke visie. Ja, dat is de toekomst. De jeugd is de toekomst. Dus als je ziet hoe goed zo'n jonge fractie zich ontwikkelt, ja, dat geeft een heel goed gevoel. Want dat betekent dat onze partij ook over een paar jaar in goede handen is. Ja, u bent straks niet meer nodig. Ja, misschien niet. Nee, het is goed om talenten ruimte te geven. En dat gebeurt bij ons. En dat is ook het mooie van de Haagse Raad. Het is ook een kweekvijver voor talent voor ons. Los van dat pijnlijke punt van die HTM-aanbesteding, waar ik dus niet voor wegloop, is het wel zo dat onze achterban zich door ons heel goed vertegenwoordigd voelt. En als je ziet dat we dat na één jaar toch voor elkaar hebben gekregen, ja, dan kan ik alleen maar alle vertrouwen hebben in de toekomst. Ook voor de PVV in Den Haag. Dat gaat helemaal goed komen. Ja, het kan alleen maar beter worden? Ik durf te zeggen dat het alleen maar beter kan worden, ja. Ja. Geen ambities om iets heel anders te gaan doen in de carrière op een dag? Nou, ik zal nog wel een tijd politicus blijven.